mijn nieuwe video. Aangezien het voor mij al even geleden is dat ik gefilmd heb, wil ik wel even van tevoren zeggen dat ik het een beetje spannend vind. Maar we hebben vandaag weer een PR unboxing, een perspakketjes unboxing. Ik moet wel even zeggen dat ik alles een beetje al uit de doos heb gehaald, omdat ik het graag naar het oud papier wilde brengen. Maar toch, ik heb aardig wat verzameld van de afgelopen week, twee weken. Niet alles laat ik zien, want heb ik al in gebruik om te testen. Ja, laten we gaan beginnen. Mocht je nog niet bekend zijn met het fenomeen PR. Ik krijg van bedrijven en merken soms wel eens PR opgestuurd. Producten om te gaan testen voor mijn beautyblog pinkint.nl of mijn Instagram account pinkint.nl. Staat allemaal in de beschrijving, je kan me daar ook volgen. En in de hoop dat ik erover schrijf, het laat zien, het gaat testen. Deze producten heb ik dus de afgelopen tijd ontvangen en deel ik met jullie om te laten zien van wat kun je gaan verwachten op Pinkit of in de winkels. Gisteravond kwam er een pakketje binnen van het merk Frasai. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een niche merk uit Argentinië. Dat is het enige wat ik ervan weet, omdat het op dit kaartje stond. Verder ken ik het merk niet, maar het is binnenkort nieuw in Nederland vanaf 2022. Dat is bijna. En er zitten 3 luxe parfum samples in. Afugo Lento, Blondine en Rosa Sacra. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar het zijn 3 eau de parfum, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, ik ga ze dus nog niet proberen, want misschien dat ik hier first impression mee wil maken als parfumvideo of artikel. Maar ja, mochten jullie dit merk beter kennen en iets meer erover weten, laat het dan vooral even in een reactie weten, want daar leer ik ook weer van. Een event met diverse merken, daaronder ook Pierre Augage. Nogmaals, ik hoop echt dat ik het allemaal goed uitspreek. Maar ja, sommige namen zijn gewoon makkelijker om te schrijven op Instagram of blog dan uitspreken. Dit merk is te koop bij onder andere Boots Apotheek. En dit is een masker volgens mij, als ik het... een treatment mask. Ik weet wel dat er een hele complete lijn is. En ik vind de prijzen ook, het is niet... middenklasse. Er zijn producten die wat duurder zijn en er zijn producten die weer redelijk geprijsd zijn. Ja, dit is een treatment mask. Die ga ik ook wel... Van het merk Trini London kwam dit etuietje binnen. Trini London is een Engels merk van Trini... Van, ja, zij heeft heel veel televisieprogramma's. Trini... Ik kom even niet op de achternaam. In ieder geval een nieuwer merk in Nederland. Want ik zag dus, ik had een review geschreven over andere producten. En die werden echt heel goed gelezen. Dat ik dacht ook dat er heel veel interesse is naar dit merk. En hierin zit een nieuwe Italic. Kijk, dit is de verpakking. En ja, volgens mij is het een cream oogschaduw met een metallic finish. Vandaar ook de Italic. Dit is Perspoon. Kijk, het ziet er wel heel gaaf uit, toch? Ik kan het dus alleen nog niet zwartje, want ik heb er geen foto's van gemaakt. Maar ja, mocht je van dingen reviews willen weten of foto's, laat het ook even weten. En de producten waar ik al wel over heb geschreven, ondertussen zet ik ook een linkje naar de review in de beschrijving. En dit is, welke kleur? Aphrodite. Zo zie je hem beter, hè, met licht. Ook heel erg mooi. Dan kwam er ook nog een pakketje binnen en daarin zit een tasje van Kylie Cosmetics. Dit merk kent waarschijnlijk iedereen wel vanuit Amerika en is sinds een paar weken, ook een paar maanden inmiddels, een paar weken, exclusief in Nederland verkrijgbaar bij Douglas. Ik had zelf ook al het product gekocht en nu komt er ook een pakketje binnen. Ik laat ze even zien, ik pak het even uit. Hele grote tas. Ik vind dit soort tassen dus heerlijk. Heerlijk. Heel fijn om mee te nemen om een boodschap te halen. Dus daar ga ik hem voor gebruiken. In het pakket zat onder andere deze blush. Press Power Blush. Het is, alle verpakkingen zijn zacht roze. Ik hou hiervan. Dat was ook de reden dat ik het gelijk ben gaan shoppen zelf laatst. Omdat ik de verpakkingen heel gaaf vind. Kylie Cosmetics was ik ook wel nieuwsgierig naar. Maar ik dacht, dit ziet er toch zo gaaf uit. En ik hou van roze. Maar goed, daar hadden we het nou niet over. Dit is de blush in... Winterkist. Ik hoop. Heel mooi roze. Er zat ook een Kyliner in. Een eyeliner. Maar dan met Kylie Kyliner. Met een tip. En een bronzer in de kleur
600 Almond. Nou zag ik dit en dacht ik, oeh, die is wel heel donker. Maar misschien dat, dat ik hem alsnog wel kan gebruiken. Of dat ik hem van de zomer over een paar maanden ga gebruiken. Maar er zijn ook andere kleuren, dus daar ga ik ook nog even naar kijken. Ook zit er een highlighter in het assortiment en die heet de Keylighter. Dit is de kleur Cheers Darling. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Hier staat wel al een review van online, want deze had ik zelf al gekocht. Dus die heb ik dubbel. En deze gaat naar mijn dochter, die is inmiddels bijna 14. En die gebruikt ook make-up, dus die was hier al heel erg blij mee. Dan een product waar ik al nieuwsgierig naar was en waarvan ik twee kleuren op het oog had en wilde bestellen. Maar die zijn steeds online niet verkrijgbaar. En dus is hier geen Kylie Cosmetics counter volgens mij bij de Douglas. Dit is, wat is het? De High Gloss. Ziet er te leuk uit, toch? En dit is in de kleur Partner in Crème. Die kan ik wel zwartje, want ja, lipgloss zie je dat toch niet. Oh, wat een pigment. Voor een lipgloss. Wacht even. Ik zit een schermpje en wel even in de gaten te houden vandaag of alles in focus is en te zien. Daar moet ik gewoon nog heel even aan wennen aan deze camera, dus sorry alvast. Maar dit ziet er toch geweldig uit. Dan nog een matte liquid lipstick set. Er zit ook een lipliner in. Dit is in de kleur One Wish en het is mat. En er zitten deze twee producten in. Ik hoop dat de kleuren... Ja, zo zie je het beter. Een liquid lipstick met een bijpassende lipliner. Ja, ga ik ook lekker uitproberen. Van het merk Paris Monte Carlo, waar ik al meerdere parfums van heb, heb ik de nieuwe Vetiver Java ontvangen. Dit is een flacon van 50 ml en het is een eau de parfum. En meer kan ik hier ook nog niks over zeggen. Want ik zat te denken om hier een first impression mee te filmen. Of op Instagram of op YouTube. Dus dan wil ik het ook echt wel een first impression houden. Maar het ziet er in ieder geval al prachtig uit. Het is ook een niche parfummerk. En dit is verkrijgbaar onder andere bij in Nederland bij Issy Paris XL. Ik zet ook een linkje hieronder neer. Mocht er al een review online staan, link ik dat ook. Deze maand was ik ook online aanwezig bij een evenement van Charlotte Tilbury. En daarvan heb ik de nieuwe Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation ontvangen in de kleur 3 Neutral. Deze ga ik ook reviewen, want hier heb ik al super veel vragen naar gekregen wat ik ervan vind. Maar ja, ik wilde heel graag dit filmen en foto's maken. Dus ik ben er nog niet toe gekomen aan te testen, maar hier ga ik morgen gelijk mee beginnen. Van Wake-up heb ik ook een pakketje ontvangen. Daar kun je ook beautyproducten kopen. En daar zat onder andere in de Bobbi Brown Nude Finish Illuminating Powder. Van Nuxe zat er een nachtcreme in, deze. Die ga ik zeker proberen, maar voor huidverzorging neem ik echt wel een paar weken de tijd. Van Lancôme zat er een prep en hydrate in. Primer volgens mij. En van Anastasia Beverly Hills zat er een Italian Summer Face Palette in. En deze ziet er echt geweldig mooi uit. Van Clarins heb ik drie nieuwe producten ontvangen. De Evermatte Loose Powder. Dit is in de kleur 02 Universal Medium. Ik denk dat je hem zo beter kan zien. Deze producten zijn inmiddels te koop en ga ik ook testen. Dit is de Skin Illusion Velvet Natural Mattifying and Hydrating Foundation. En de Evermatte Compact Powder in de kleur 3 Light Medium. Ziet er zo uit. Ziet er altijd heel netjes uit. Er zit een spiegeltje bij. Een puff die eruit valt. En de powder zelf. Ik kreeg laatst een mailtje vanuit het buitenland. Ik krijg wel vaker, maar 9 van 10 keer reageer ik er niet op. Omdat ik toch denk, het is niet echt. Maar in ieder geval, dat is mijn logica. Ik kan gewoon niet zo goed Engels. Maar ik kreeg een mailtje van het merk Revox. Of ze vrijblijvend een pakketje mochten opsturen. Ik kende het merk niet. Ik ben een beetje gaan onderzoeken. En het lijkt een beetje op Revolution Skincare. Revolution. Wie weet wel van Makeup Revolution. Dit is volgens mij wel een heel ander bedrijf. Maar net zo betaalbaar. En ja, ze stuurde dus een pakketje op. Onder andere met de Face Cleansing Gel. Daar kwam ik er net achter toen ik deze clip eerder probeerde op te nemen. Dat ze twee keer de Collagen Amino Acid Moisturizing Lotion erin hebben gedaan. Dus ik leg er alvast één weg voor als ik een winactie binnenkort heb.
Er zit in een eyecare vloed. En wat zat er nog meer in? Oh ja, een retinol nachtcreme. Even kijken hoor. Maar goed, ja, ik weet niet of ik deze producten ga reviewen, testen of wat dan ook. Maar ik dacht het is wel leuk om even te laten zien. Als laatste van vandaag een pakketje van Bangerhead. Daar heb ik opgestuurd gekregen voor Instagram, voor samenwerking. Maar ik heb hem nog niet opengemaakt. Zo. Laat ik even zien. Kijk maar. De enige roos die ik nog niet had opengemaakt. Plastic. Daar zit in. Even kijken. Echt de hele tafel is ontploft. Dus ik moet even kijken hoe ik het neerzet. Wattenstaafjes. Of oorstaafjes. Wat is het? Wattenstaafjes. Die gebruik ik voor het verwijderen van eyeliner en zo. En als ik fake lashes, nepwimpers ga schoonmaken, het randje, dat doe ik hiermee. Handig. Dan zit er van Replica, Mesa Margiela Replica. Die laat ik dicht, ook voor een first impression. Er zit in Autumn Vibes. Een Woody Trill en Red Leaves. Wat ik van dit merk weet, ik heb nu 3 andere flacons, is dat de geuren heel erg, ja, weet je, geïnspireerd. Als er bijvoorbeeld een herfstvibe staat, ruikt het ook naar herfst. Ik heb een geur die heet, of een parfum die heet Bubble Bud. En die ruikt daar precies naar. Dus vandaar ook Replica, de naam. Hier ben ik heel benieuwd naar en ga ik zeker testen. Dan zit er een MAC Fix Plus Coconut in. Daarvan heb ik al een flacon in gebruikt. Die is bijna leeg, want sterren, mijn dochter gebruikt de flacon ook regelmatig. Dus ik heb een nieuwe backup. Dan nog 2 dingetjes. Zit er van Lancôme. De La Absolue Rouge Drama Ink. In de kleur Roos Lancôme. Volgens mij. En dat is een liquid lipstick in een nieuwe formule van, ja, van Lancôme. Prachtige kleur. Ik hoop dat jullie een beetje goed zien. Hij is meer berry dan op het schermpje te zien is. En als laatste zit er iets van NYX in. De Tinted Brow Mascara. Ik wist niet eens, ik mocht zelf wat producten doorgeven, zeg maar, voor deze samenwerking. Ik wist het niet meer zo goed. Ik zie dit net en denk, oh, gisteren nog een andere gekocht. Maar ja, weet je, komt altijd wel van pas. Een Tinted Brow Mascara en dit is in een kleur. In de kleur donkerbruin. Laten we het daar maar op houden. Dat is alweer de PR unboxing. Van sommige producten staan dus al een review online. Zet ik het linkje hieronder neer. Van sommige producten komt er nog een review of komt er nog een Instagram post. Laat ik jullie ook allemaal weten. Tenminste, als ik het niet vergeet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was voor mij gewoon even een manier om te laten zien wat er nieuw is of komt, zeg maar. En voor mij om een reden weer om een manier om aan de camera te wennen. Want ja, het is wel 2 jaar geleden. Ik wil sowieso alle merken en bedrijven bedanken. En ik zie jullie graag de volgende keer. Doei allemaal!